Provincie Flevoland en gemeente Lelystad ontwikkelen de overslaghaven en agrohub Flevokust. Een nieuwe buitendijkse haven met een binnendijks industrieterrein. Flevokust wordt gerealiseerd ten noorden van Lelystad, naast de Maxima Centrale. Deze locatie ligt op het kruispunt van hoofdvaarroutes naar het westen en het noorden en sluit aan op de Europese transportcorridors. De provincie wil met de bouw van Flevokust de regionale economie versterken en meer werkgelegenheid realiseren. Door de ideale ligging aan het IJsselmeer en vlakbij een groot agrarisch productiegebied biedt Flevokust daarvoor volop kansen. De realisatie van Flevokust zorgt voor een verschuiving van het transport van de weg naar het water. Daarmee draagt de nieuwe haven bij aan een duurzame toekomst. Provincie Flevoland begint met de bouw van een golfbreker. In 2016 start de bouw van de buitendijkse haven. Deze is geschikt voor op- en overslag van containers, projectlading, stukgoed en bulkgoederen. Tegen de dijk wordt een 400 meter lang haventerrein gebouwd. Dit terrein is 5 hectare groot. Bij groeiende marktvraag kan de haven worden vergroot. Achter de dijk realiseert gemeente Lelystad een industrieterrein. De directe verbinding met de haven maakt het terrein zeer geschikt voor havengebonden en havengerelateerde industrie. Naar verwachting wordt het industrieterrein vanaf 2016 gefaseerd aangelegd. In de eerste fase wordt ruim 7 hectare gerealiseerd. Afhankelijk van de marktvraag kan het industrieterrein in stappen worden uitgebreid tot 20 hectare en vervolgens naar 43 hectare. Een deel van het transport dat nu over de weg gaat, zal straks over water gaan. Daarmee draagt Flevokust bij aan een betere bereikbaarheid, minder files en een betere luchtkwaliteit, doordat transport over water minder CO2, fijnstof en stikstofdioxide uitstoot dan wegtransport. Flevokust draagt bij aan een economisch sterker en beter bereikbaar Flevoland.